in Hartje Nijmegen sta ik nu bij het oude weeshuis, waar vroeger strikte normen en waarden golden en flirten met jongens nog een taboe zou zijn geweest, maar waar nu menig student hevig op los aan het paaldansen is. Voor Campus in Beeld nemen we een kijkje. Ik sta nu in de paaldansschool, waar ik Laura ga meeten en zij is co-schappen en danst hier. Oh, daar is Laura. Hey. Kun je kort vertellen, wat doe jij hier precies? Ik paaldans hier sinds 2,5 jaar en het is ontzettend leuk. Waarom ben je precies gaan doen? Ik heb altijd gedanst en gezwommen en ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Zijn er nou nog meer studenten die hier paaldansen? Ja, zeker. Veel meer. En ook werkende vrouwen en een enkele man. Is het dan vermoeiend als je daar bovenin hangt? Ja, het is echt een sport. Het is niet zoals in stripclubs dat ze een beetje rondjes draaien met je billen schudden. Het is echt hard werken, ja. Wil je mij wat leren? Want ik ben natuurlijk super benieuwd. Ja, zeker. We gaan een paar draaien doen. Oké, leuk. Nou, beter in bed dan een lenigheid. Ja, mijn vriend en ik hebben wel een keertje een spagaat geprobeerd, maar dan kun je niet zo goed bewegen. Je kunt het wel gebruiken, denk ik. Ik denk wel dat een hoop vrouwen ook zelfvertrouwen krijgen door het paaldansen. En dat je wat rechterop gaat lopen. Ja, en je wat zelfverzekerder voelt. En dat vind ik zelf ook heel sexy. Als je naar de kroeg staat, gebruik je het dan ook? In de kroeg zijn niet zoveel palen, maar... Op zich, het sexy dansen vind ik wel leuk. Nou, de ultieme feministische sport, om te doen? Nee, want mannen zijn ook welkom. En er is zelfs een man in de gevorderde groep en die doet het hartstikke goed. Eén man. In de hele school? In de hele paaldansschool. En die klimt die ook omhoog paaldans. En die, ja. Draait. Ja, alles. Oké, mogen mannen ook komen kijken? Als alle vrouwen het goed vinden wel. Gebeurt dat niet een lopende band als vriendjes meegaan en die lekker bekkend aan de kant staan? Nee, niet in de lessen, maar tijdens het afdansen is natuurlijk wel iedereen welkom. Kun je nou wel openlijk praten over het feit dat je paaldanst? Bedoel je in het ziekenhuis? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat doe ik wel. Ik hang het niet gelijk aan de grote klok, maar als iemand ernaar vraagt, dan vertel ik het en ik ben heel trots op. Gevaarlijke sport hoor, paaldans. Yeah. Shady. Aftermath. Gee, you nick. Damn, baby, all I need is a little bit. A little bit of this, a little bit of that. Get it cracking in the club when you hear the shit. Drop it like it's hot, get the whip in that back. Girl, shake that thing, yeah, work that thing. Let me see it go up and down.
rotate that thing. I wanna touch that thing when you make it go round and round. I step up in the club, I'm like, who you with? See you need in the house, yeah, that's my clique. Yeah, I'm young, but a nigga from the old school. Het is echt een stuk zwaarder dan ik had verwacht. Maar het is wel echt heel leuk. Echt een sport voor de zelfzekere vrouw. En volgens mij geeft het ook wel flinke boost in je seksleven. Ik heb me in elk geval ingeschreven. Tot volgende keer bij Campus Volk.